Oh, joh. Dat is wat fotsie. Goedemorgen. Het zou gaan regenen, maar we hebben zon. Het is vandaag woensdag. Woensdag, ja, het is vandaag woensdag. En ja, we lopen op het eind van onze vakantie. Ik heb de mouwtjes aan, want ik ben ontzettend verbrand hier gisteren. Maar we gaan weer eens proberen een heel eind te lopen. Voor zover het gaat, want ik word toch wel wat beperkt met mijn heup en rug. Dat is heel jammer. Maar het is, ja, het is wat. Lekker weer. Het is lekker weer, maar de lucht verraadt toch wel dat het anders wordt. Ja, ik hoop niet tegen. Toch? Maar we gaan even lekker lopen nu. We zitten nu een beetje noorden, in het noorden van Costa Erege. Een heel stuk gelopen alweer. En hier is een surfschool. En die zijn best heftige golven. Dus ik zal even een paar surfers filmen zometeen. Iedere keer als ik wil filmen, dan vallen ze van de plank af. Oh, daar zie ik weer wat. Ja. Daar gaat ie. Ah, die hebben we net zo gedaan. Wat is mijn naam? Deze meneer heeft dat gemaakt. Prachtig. Zo, we zijn weer op de kamer. We hebben heel eind weer gelopen. En we waren een beetje verdwaald. We waren even een andere weg gelopen en dan gaat het altijd mis bij ons. Het is nu 5 uur en wat we eigenlijk elke dag doen is even terug naar de kamer, even nieuws zien. Het nieuws over, ja, over de oorlog, over hoe de stand van zaken is. En ja, triest hoor. En alles doet me zeer van het lopen. We zijn even wezen shoppen, leuke dingetjes gekocht. En straks even douchen. Even nieuws kijken en dan weer even eten. Ja. Kinderen onder het puin liggen. Nou, ze van een gruweldaad. 4 maart zijn we hier gekomen, of niet? Andere plekken. We're going to
Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Onze laatste dag. En we zitten alweer op Plaza del Duque. Plaza del Duque is dit, geloof ik, toch? Ja. Playa del Duque, ja. Dit is de laatste dag. Morgen reizen we terug. We moeten om 11 uur al klaarstaan. En half drie vliegen we. Dus ja, dat is ontbijten. En vanavond maar even het grootste gedeelte inpakken. En dan naar huis. Ja. Ik heb wel weer zin om naar huis. Zin om Romke weer te zien. De familie weer te zien. Wel grappig, want die parasolletjes hierboven, daar zitten al steeds duifjes op. We hebben hier boven ook één zitten. En die zit te koeren, joh. Van die geluidjes te maken. Deed hij dat naar jou, hé? Dat hij jou zag. Oh. Oh, zo'n mannetje. Die is even aan het opblazen. Ja, geweldig. Hey, we hebben geluncht in het hotel en nu gaan we nog even het strand op. Chris wil nog een pet scoren ergens. Een bepaald petje in het hoofd. En daar gaan we nog even voor. Het is nu 3:15. Online inchecken kon niet voor deze vlucht. Nee, geen papegaai erop. Nee, dat is niet. Nee. Nee. En echt hier nog onder, hier. Audi. Die is niet al goed, toch? Nee, die is... Ja, die is wat... Hier, echt hier. Is met wit en een streepje erop. Ja, maar dat was een fietsbewijs, denk ik. Dit? Nee. Vrij licht, hè? Ja, maar dat is niet klein. Nee. Ik vind hem wel mooi. Zet hem nog eens op. Moet je er niet zo dom bij kijken. Ja, ik vind hem mooi. Je hebt wat gezeik op zijn. Nee, ik wil niet van het gezeik op zijn. Ik vind hem mooi, oprecht. Ja, als je straks nou ergens anders een mooier vindt, maar dat maakt niet uit. Dan koop je er maar twee. Wat kost dat ding? Drie. Hè? Huh? Drie. Al drie. Wat kost die? 7 euro of zo. Oh, joh. Dat is wat fotsie. Ja. Nou, dan leg je hem eens terug, lopen we eens door en dan is er niks anders. Nou, het is geslaagd. Ja, zo, is het op het terras. Ik heb een telefoontasje nog gekocht. En Chris heeft ook nog sandalen gekocht. Die lekkere wandelsandalen. Is leer? Nee, zeker. Nee, geeft ook niet. En we hebben hier een magnifiek uitzicht nog eventjes. Over, dit is Playa. Is dit van de B? Nee, hè? Wel, ja, misschien ook wel. Playa van de B. Dus. Lekker hoor. Tussen de Engelsen zitten we hier. Onze laatste rit door dit straatje heen. De allerlaatste keer. Het hotel.
nog één keer eten. En dan morgen terugvliegen. Naar ons hotel weer, voor de laatste keer. Duifjes, mondkapjes, overal zie je mondkapjes liggen. Zijn hier nog steeds verplicht in de winkels. Hebben dat jij corona hebt straks. Komt goed. Komt goed, Pop. Allerliefste Pop van de hele wereld. Hey, een hele goede morgen. Het is vandaag middag. Sorry, hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 12 maart. Ja, vannacht thuisgekomen van Schiphol. Van onze vakantie naar Costa Adeje. Nee, gisteren heb ik helemaal niet meer gefilmd volgens mij. Wij zijn thuisgekomen na een vlucht van 4 uren en daarvoor. We zijn al vrij vroeg, vrijdagmorgens al om 11 uur al opgehaald vanuit het hotel. Terwijl we 2:15 pas moesten vliegen. En ja, dat doen ze dan omdat het altijd heel druk kan zijn met verkeer richting het vliegveld. Dus ja, ze willen wel dat je goed op tijd bent. Dus eigenlijk hebben we aan die dag niks meer gehad. We hebben ontbeten en de boel ingepakt en we zijn gegaan. Chris is alweer naar het werk op zaterdag. Die is naar kantoor. Dat vond hij nodig. Ja, dat was ook nodig. Als je een week weg bent, heb je jezelf mee te pakken. Dus die is toch maar gegaan. En ik zal hier de boel opruimen. Dus busy, busy, busy. Back to normal life, zou ik zeggen. Maar we hebben het heerlijk gehad.
Het hotel was wat massaal. Maar het eten was daar hartstikke goed. Hè, voor zo'n groot hotel met zo'n grote capaciteit. Ja, we hebben wel in meerdere hotels gezeten waar het eten nou nog net niet bagger was. Maar dit was gewoon goed. Personeel ook fantastisch. Niks was te veel. Altijd lachen, altijd vrolijk, altijd vriendelijk. Avonds was er iedere avond wel een andere artiest. We hebben één keer een soort van circusvoorstelling gehad. Was wel leuk. En op zich deden ze er alles aan om het de mensen naar de zin te maken. En we hebben het goed naar de zin gehad. En back to normal life. Yeah. Zo, dus we zijn een eind gekomen aan deze vlog. Ik was hem aan het editen en zag dat ik er weer geen eind aan had gemaakt. Een eind aan deze vakantiereeks. 3 delen. Dit was de 3e deel. Vanaf april komen de bootvlogs er weer aan. We gaan weer met de boot bezig. We zijn nu net dit weekend ook alweer bij de boot geweest. En veel te doen nog. Hele drukke werkweek achter de rug. Dus het is weer back to normal life. Bedankt voor het kijken. Steek even een duimpje omhoog als je het een leuke vlog. Als je het leuke vlogs vonden. Ja, deze 3 delen. Abonneer je nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En een heel goed weekend allemaal. En blijf gezond, mensen. Doei, doei.